Mees, er zijn mindere dagen. Dit is een hele mooie voor je. Ja, zeker. Zeker. Heel mooi natuurlijk om mijn eerste profcontract te tekenen. Ja. Want dat betekent dat je voor hoeveel jaar bij de club gaat spelen? Ja, voor 3 jaar ben ik nu verbonden aan de club. Ja. Waar heb je het aan te danken, denk je, dit contract? Ja, ik denk sowieso dat ik hard werk. Ik ben altijd leergierig, maar sowieso ook mijn keepende kwaliteiten. Wanneer ben jij bij FC Utrecht beland en waar speel je nu? Ja, 2 jaar geleden ben ik in de winter naar FC Utrecht gekomen, in de onder 15. En nu speel ik in de onder 18 van FC Utrecht. Ja. En welke ontwikkeling heb jij doorgemaakt? Ja, sowieso in het keeper gewoon in alles gewoon veel stappen kunnen maken. Met veel meer vertrouwen kunnen spelen. Dus dat zijn wel mooie stappen. Ja. Nu omschrijven we spitsen, middenvelders, verdedigers allemaal om de dingen die ze goed kunnen. Waar ben jij goed in? Ja, sowieso. Vooral gewoon een hele goede lijnkeeper. Moeilijk om te kloppen. Ik denk gewoon veel ballen pakken. 1-op-1 en goede reach heb ik ook. Wat zijn nou nog de verbeterpunten? Want uiteindelijk heb je maar 1 doel. Dat is het eerste elftal halen, neem ik aan. Ja, ik denk nog wat dominanter worden in mijn spel. Bij hoge ballen nog wat dominanter uitkomen. En nog wat harder coachen. Heb je eigenlijk voorbeelden? Dat je op YouTube gaat kijken en kijkt wat andere doelmannen doen? Ja, sowieso binnen Utrecht. Barkas is een hele mooie voorbeeld natuurlijk. Hele goede keeper. Ik denk een van de beste in Nederland. Maar ook sowieso Neuer is een hele mooi voorbeeld. Ja. Waarin is Barkas inspirerend voor jou? Ja, ik denk gewoon wel een all-round keeper. Kan goed meevoetballen, maar ook sowieso heel veel ballen pakken. Dus wel een mooi voorbeeld. Wat zijn jouw doelen voor allereerst dit seizoen? Nou ja, het is gewoon zelf zoveel mogelijk verbeteren in alle vlakken van het keepen. En dan met ons team, met de onder 18, onze ambities bereiken. En dan hopelijk zoveel momenten bij het eerste of jong mee kunnen maken. Als we het hebben over onder de 18, jullie staan er prima voor, hè? Ja, zeker, zeker. 4 wedstrijden, 10 punten, dus dat is wel een mooi begin. Ja. Kampioenschap? Ja, hopelijk wel. Maar dat moeten we nog even aanzien. Ja. Nog een target qua clean sheets? Ja, natuurlijk probeer elke wedstrijd de nul te houden. Het zou wel mooi zijn als ik de helft van de wedstrijden de nul kan houden. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Ben jij, wat ze over doelmannen wel eens zeggen, een echte eindzoekganger of een echte teamplayer? Ik doe wel natuurlijk gewoon elke wedstrijd alles om de nul te houden voor het team. Ik denk dat ik wel goed kan steeds beter communiceren met mijn teamgenoten, dat we goed samen kunnen werken. Op zich wel een team spelen. Trots? Ja, dat sowieso. Hele mooi moment. Heel veel succes de komende jaren. Dank u wel.